toch eventjes over zo'n opmerking van de minister-president. Hè? Capo Di Capi zegt, ik wil Nederland teruggeven aan de Nederlanders. Je hebt er ook, nou ja, tegen dat begrip Holland en dat alles voor Hollands moet kennelijk. Dat naar binnen gericht, heb je al over geschreven. Maar wat denk jij dan als de minister-president, met name ook jij, als die dat zegt? Op het moment dat ik hem hierop bevraag, ben ik niet op mijn meest effectief. Want het wordt een zaak van mij, de zwarte vrouw in de Kamer. Ik zou het, weet je, daar krijg je dat eens zeggen. Het zou juist zo mooi zijn als nou niet een van de zwarte vrouwen in de Kamer, maar iemand anders zegt, een witte man, die zegt, wat bedoelt u daarmee? Ja. Of Sjoerd Dikkers. Ja, Sjoerd. Ja, die kan het ook zeggen. Maar jij weet, Katelien moet het niet doen, want dan krijgen we dat. Ik vind het wel redelijk ernstig hoor. Voor mij ligt een taak. Ik ga naar de Kamer roepen en ik zal eens vragen wat hij eruit wil zeggen. Bij deze! Bij deze!